welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd om nieuwe make-up te testen. Bij de Kruidvat is nu de nieuwe Lotte Londen in samenwerking met Leila Loves collectie te koop. Lotte Londen is een betaalbaar make-up merk die een beetje sporadisch te koop is bij de Kruidvat. Af en toe zie ik het wel, af en toe zie ik het niet. Ik heb vaker producten van het merk gebruikt. Sommige zijn goed, sommige zijn slecht. Maar over het algemeen was ik altijd wel best wel gewoon tevreden over Lotte Londen. Vooral omdat de prijzen zo laag zijn. Nu hebben ze dus een samenwerking met Leila Loves. Leila Loves is een Instagram, beauty vlogger, influencer, hoe je ze ook allemaal wilt noemen. Ik volg haar persoonlijk niet, maar ik wist al wel wie ze was, want ik heb haar gewoon voorbij zien komen op Instagram. Ze is echt prachtig. Haar lichaam is echt out of this world. Dus toen ik deze collectie ontving in PR, dacht ik, ik ga er gewoon een hele video over maken, want dan kunnen jullie zien of het je geld waard is. Deze collectie is wel limited edition. Dat betekent dat die weggaat. Dus als je vandaag iets ziet wat je leuk vindt, haal het dan snel. Wacht niet te lang, anders is het straks weg. Nou, laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Kijk even hoe knap ze is, jongens. Oh my god. Je ziet hier ook een aantal looks met de paletjes. Het is niet een hele grote collectie. Daarom heb ik mijn base ook helemaal op. Foundation, concealer, poeder, bronzer en contour. En hier binnenin staan nog een aantal mooie foto's. En alles wat te koop is. Met een uitlegje erbij en de prijzen, et cetera. Ik ga dus vandaag beginnen met de ogen. Deze collectie heeft 2 kleine oogschaduwpaletjes. Dit is paletje nummer 1. Dit is het Sahara paletje. Het heeft een beetje donkere, nude, neutrale kleurtjes. En het zijn matte en glanzende kleuren. En dit is dan het tweede paletje. Dit paletje heet Fantasy. Helaas is deze onderste kleur kapot gegaan. Hij is zo aangekomen, dus dat heb ik niet gedaan. Dit paletje is iets meer feller. Het zijn nog wel vooral neutrale kleurtjes. Maar je hebt ook daar een pop van blauw. En deze kapotte kleur leek me ook heel mooi. Ik vind het wel jammer dat die kleur kapot is gegaan. Want volgens mij was dat echt een van de mooiste kleuren in het paletje. Maar oké, dit zijn dus de 2 paletjes. Allebei 10 euro per stuk. Dus best wel betaalbaar. En deze ga ik gewoon vandaag gebruiken om een look te maken. Ook voor de ogen zijn er deze 3 eyeliners. Dit zijn dan de 3 kleuren. Je hebt een beetje een witte kleur, een bronzy kleur en een rozige rosé kleur. Het zijn dus glitter eyeliners. Alleen het kwastje is niet heel erg dun. Het is echt een super apart kwastje. Het is zo'n beetje platachtig. Een hele extreme dunne concealer kwast. Daar lijkt het een beetje op. Dus dat is wel een beetje apart. Maar deze gaan we dus vandaag ook gebruiken. We gaan vandaag obvious alles gebruiken. Even bedenken wat voor look ik ga maken waarbij ik echt alles kan gebruiken. Of ja, tenminste zoveel als kan. Oké, dit waren dus alle producten voor de ogen. Dus laten we even gaan inzoomen. Oh mensen, deze kapotte kleur was zo mooi geweest. Zo jammer. Het was een beetje zo'n rosé-achtige kleur. Oké, ik denk dat ik ga beginnen met dit paletje. Het meer neutrale paletje. Die heet Sahara. Wow, het valt mij pas nu op dat dit paletje alleen maar glanzende kleuren zijn. Kijk, het zijn allemaal glanzende kleuren. En die het meest heftig zijn, zijn deze die dus nou kapot is. En deze. En de rest zijn ook wel glanzend. Maar volgens mij iets minder heftig. Oh, ik ben hier met mijn vinger ingegaan. Waarom is alles hier kapot aan het gaan? Even kijken. Hier hebben we 2 matte kleuren, deze 2. Ik ga beginnen met deze oranje matte kleur. Die heet Ruby. Die kleur ga ik aanbrengen met deze Zoeva Fluffy Quads nummer 228. En die breng ik dan aan in mijn hele arcadeboog. Wel jammer dat we niet wat meer matte kleuren krijgen. Ik snap niet waarom ze ervoor hebben gekozen om dat andere paletje helemaal glanzend te maken. Was toch wel beter geweest als daar wat matte kleuren bij zitten. Want nou zou je voor een matte kleur dus echt per se allebei deze paletjes moeten aanschaffen. Als je alleen dat andere paletje nou aanschaft, heb je alleen maar glanzende kleuren. En dan ja, kun je niet echt een goede volledige look creëren. Of je moet het gaan combineren met andere paletjes en zo. Maar ik heb daar altijd een hekel aan. Ik wil altijd gewoon een hele look maken met 1 paletje. Nou, dit ging echt top. Prachtige kleur. Dan pak ik deze donkere bruine matte kleur. En die ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie. Dan ga ik die kleur een beetje aanbrengen in de buitenste hoek. Ik zie ook wel een heel klein beetje glans hierin. De enige echte matte is volgens mij echt alleen maar deze oranje kleur. De donkerbruine matte kleur heeft een beetje fallout. Die oranje had helemaal geen fallout. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast om alles zo mooi in elkaar te blenden. Ik heb geen kleur meer ermee opgepakt. Ik ga nu eventjes een halve cut crease maken met concealer. Waarom altijd als ik een cut crease maak gaat er eentje helemaal perfect en de andere is weer echt zo dat halve wax zusje die nooit de taken goed uitvoert. Oké, we gaan in met de glanzende kleurtjes. Wat ga ik gebruiken jongens? Ik denk dat ik nou inga met het andere paletje. Ik ga in met deze prachtige glanzende kleur hier, die heet Jessica Rabbit. Ik maak mijn kwast ook nat met fixing spray, dat doe ik altijd als ik inga met de glanzende kleur, want het nattige maakt de glanzende kleur heftiger. Nou, dit is echt een prachtige, beetje folieachtige glanzende kleur. Hij is echt prachtig. Ik had wel een beetje moeite met aanbrengen, want met de kwast pakt hij niet echt heel erg veel op. Ik denk dat als je je vinger zou gebruiken, het veel beter zou gaan. Maar dat wilde ik niet doen, want ik heb een cut crease. En als ik mijn vinger gebruik, dan kan ik niet netjes in de cut crease blijven. Dus dat was wel een klein beetje vervelend. Maar al met al is het wel echt prachtig.
Dan ga ik in met deze beetje paarsblauwe glanzende kleur. Zoals je kunt zien heb ik hier een klein beetje een plekje overgelaten. Daar wil ik die kleur aanbrengen. Oké, deze kleur is wel heel makkelijk aan te brengen met een kwast. Omdat dit gewoon een normale glanzende kleur is. Die andere was echt zo dat, ja, dat folieachtige. Dan pak ik weer een beetje van deze donkere bruine kleur. En dan ga ik weer een beetje extra hier aanbrengen in de hoeken en inblenden met de paarse kleur. Ik moest best wel veel aanbrengen van die paarse kleur om het echt paars te krijgen. Dus deze paletjes kosten wel een klein beetje extra moeite. Maar uiteindelijk brengen ze wel gewoon allemaal mooi aan en zo. Dit zijn gewoon echt paletjes die je echt moet aanbrengen met je vingers. Dan ga ik die twee bruine kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik even snel een winged eyeliner maken. Daarvoor gebruik ik deze liquid liner van Makeup Studio. Dan is het nou tijd voor de glitter eyeliners. Even kijken wat ik ga doen. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik de witte of de gouden ga gebruiken. Wat ik dus wil doen is dus een glitterlijn aanbrengen op de zwarte eyeliner. Dus dat ik een beetje zo'n dubbele wing heb. Maar ik denk dat als ik goud gebruik het misschien iets te veel wegblend in de oogschaduw. Ik denk gewoon dat ik ga voor wit. De witte kleur heet champagne by the way. Maar dat hij champagne heet laat me twijfelen of hij echt wit is. Misschien is hij een beetje zo wit goud. Deze applicator is wel echt veel te groot om te kunnen doen wat ik nou wil gaan doen. Dus ik ga dit kleine kwastje gebruiken. Dit is geen make-up kwast. Dit is een verfkwast. Die heb ik ooit gewoon gekocht bij Leen Bakker of iets. Dus hiermee ga ik het product er een beetje afhalen. En dan een lijn maken op de zwarte lijn zeg maar. Oké, dit is dan de lijn. Ik moet hem nog wel iets strakker maken, maar ik wil het even snel laten zien. Ik vind het wel een beetje vervelend dat hij de hele tijd een beetje verdwijnt. Kijk, ook zo hier bij de wing. Alsof het, als het een beetje opdroogt, het een beetje doorzichtig wordt of zo. Dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest is het gewoon, ja, is het gewoon mooi. Nou, dit kostte even wat tijd, maar het is gelukt. Ik denk dat ik ook deze kleur wil gaan gebruiken. De meer gouden kleur. Deze heet Rich. Deze rosé kleur heet, by the way, Pink Diamonds. Maar ik ga voor goud. En dan wil ik met deze ook weer een lijn maken. Hier op deze cut crease. En dan alleen maar zo op het gouden gedeelte. Dit is in ieder geval wel makkelijker dan wat ik net aan het doen was. Zo, het valt niet heel erg op. Omdat daar dus al gouden oogschaduw zit. Maar ik heb nou hier zo'n lijn gemaakt. En hier ook. Dat maakt de cut crease toch wel weer iets feller en iets meer strak. Dus dat vind ik wel mooi zo. Nou jongens, dit was het dan. Dit is de ooglook. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt best wel mooi. Het heeft allemaal best wel wat moeite gekost. Vooral om die witte lijn soort van strak te krijgen. Dat is altijd wel een gedoe. Maar voor de rest vind ik het wel een hele leuke look. Ook lekker apart. Ik ga even mascara doen en nep wimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we beginnen aan de highlighter. Daar ben ik. Ik heb weer mijn nep wimpers op. Mocht je afvragen welke ik op heb. Queen Darcy wimpers in de stijl Roya. Ik vind deze dubbele wing zo leuk. I love it. Het was echt de effort waard. Dan ga ik verder met de Lottie London X Layla Loves Highlighter. Dit is dus de highlighter van de collectie. Kijk hoe cute hij eruit ziet. Het lijkt een beetje op een UFO of zo. Ben ik de enige die UFO vibes krijgt hiervan? En het zijn een beetje verschillende kleuren gemixt. Het zijn er volgens mij echt letterlijk vier verschillende kleuren in één. Je hebt hier een beetje een wittige, lichte kleur. Je hebt hier een beetje een wittige roze. Roze kleur, hier een donkere kleur en hier een beetje een gouden kleur. Dit zou echt een perfecte kleur zijn voor mij. Maar obvious, je kunt ook alles mixen. Het lijkt allemaal best wel licht. Alleen Layla is gewoon echt getint. Ze is donkerder dan ik en zij draagt deze. Dus als hij haar staat, dan moet hij mij ook staan. Ondanks dat hij mij een beetje licht lijkt. De highlighter kwast die ik gebruik is mijn Morphe R36 kwast. En ik pak gewoon een beetje zo elke kleur. Ik hoop dat hij lekker heftig gaat zijn. Wow, hij is super poederig. Kijk even hoe poederig dit is. Wow, yo. Dit is wel echt belachelijk poederig. Oh my god, oké. Er is hier gewoon helemaal poeder in de lucht. What the F? Het is wel heel mooi en heel heftig. Maar daar hou ik van. Ik hou van heftig. Oké, op zich wel mooi. Het is wel echt nogmaals heel erg heftig. Dus als je daar niet van houdt, is het niks voor jou. Hij is wel echt extreem poederig. Ik heb volgens mij nog nooit iets gezien wat zo poederig is. Maar voor de rest is hij wel heel erg mooi. Als je een iets kleinere kwast gebruikt, dan kun je gewoon de kleur pakken die je wilt. Ik ben nou gegaan voor goud en die heb ik op mijn neus en zo aangebracht. Maar op mijn wangen heb ik gewoon een beetje alles gemixt. Dan heb ik als laatste nog twee producten voor de lippen. Twee lipsticks. Ik heb hier als eerste de kleur Pucker Up. Kijk even hoe apart deze lipstick is. Het is een beetje doorschijnend of zo. En dan heb ik hier de kleur I'm Blushing. Die is ook zo doorschijnend, maar een beetje meer glitterig of zo. Deze lipstick zien er zo apart uit. Er komt niet heel veel kleur vanaf.
Ik heb allebei de kleuren nou geswatcht. Het is wel een beetje scheef op mijn hand. Hier is deze oranje kleur en hier is die roze kleur. Ze geven een heel klein beetje kleur af. Ik denk echt dat het echt goed is voor een beetje een naturel effect. Ik ga even dit eraf halen. Ik denk dat ik ga voor de kleur Pucker Up, de meer nude oranje kleur. Wow, hij stinkt echt. Dat is echt geen lekkere geur. Mijn lippen zijn nou wel al een heel klein beetje roze van die lipolie. Ja, jongens, dit is echt gewoon zo'n lipbalmpje met echt een hele lichte kleur. Ideaal voor als je geen make-up draagt of voor een hele naturel look. Of als je gewoon niet houdt van hele opvallende lippen. Dan is zoiets wel fijn. Hij brengt gewoon goed aan. Het voelt gewoon bijna aan alsof ik gewoon helemaal niks op mijn lippen heb zitten. Ik ga gewoon die andere kleur er overheen aanbrengen. Is dat raar? Je ziet ook echt bijna geen verschil gewoon. Oké, nou dat was het dan jongens. Dit was de hele collectie. Ik ben best wel blij met hoe de make-up look is geworden. Een beetje apart, maar toch wel heel draagbaar en leuk. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Ik zal even snel vertellen wat ik nou echt van alles vind. Deze oogschaduwpaletjes zijn best wel cute. Ik vind het wel jammer dat een van de twee alleen maar glanzende kleuren heeft. Dus ik zou ze echt per se allebei willen. Maar ja, dan ben je wel weer gelijk 20 euro kwijt. Dan wordt het toch wel weer wat geld. Voor de rest vind ik ze best wel fijn. Je krijgt ook zo drie verschillende formules. Ik zou echt gaan voor dit paletje, omdat je hier gewoon echt meer aan hebt. Het Sahara paletje. En ook hier heb je zo die heftige glanzende formules, de normale glanzende en matte kleurtjes. Dus je zou het meest hebben aan dit paletje. Het kostte een beetje moeite met de glanzende kleuren en de kwast. Wow, hij viel bijna uit mijn hand. Maar als je het met je vinger aanbrengt, dan is dat probleem opgelost. Dus het is voor mij best wel gewoon een oké paletje. Niet heel erg goed, maar ook niet heel slecht. Dit highlighter paletje, poederig. Oh my god, ik weet niet of ik hem nog een keer zou gebruiken. Ik vind hem wel mooi, maar hij is gewoon heel erg poederig. En hij ligt ook een beetje poederig op de huid. En dat is gewoon niet heel erg mooi. Er zijn genoeg mooie betaalbare highlighters die dat niet doen. Dus deze is voor mij een beetje normaal. En de lipsticks, ja, ze lijken heel veel op elkaar. Ik had het leuker gevonden als ze echt twee hele verschillende lipsticks had gedaan. En misschien ook lipsticks die wat feller zijn. Deze zijn allebei, ja, ze hebben allebei niet echt een kleur. Je hoeft ze sowieso niet allebei te hebben, want ze lijken heel veel op elkaar. Maar als je gewoon houdt van iets op je lippen zonder dat je lippen echt heel erg opvallen, is zoiets wel echt ideaal. Het past zich ook een beetje aan naar jouw lipkleur. En dat is gewoon heel erg mooi. Zoals je kunt zien, heel mooi naturel. En dat was het dan. Dit was mijn hele review van de Lottie London x Layla Loves collectie. Laat me weten beneden in de reacties wat je van de video vond. Van de collectie, van de make-up, van deze make-up look. Van mij, van de hele video. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!